Hey. Ik woon in een woning met blokverwarming. Maar wat betekent dit voor mij? Bij blokverwarming is er één centrale verwarming die via buizen en radiatoren de hele flat verwarmt. De buizen zijn warm en verwarmen de woningen. Draai ik de radiator open, dan wordt mijn woning extra warm. Aan het einde van het jaar worden alle kosten voor de verwarming verrekend. Deze worden verdeeld over de woningen een vast percentage voor eigen gebruik en een vast percentage voor de blokverwarming. Mijn eigen verbruik kan ik zien op de meter van de radiator. En staat mijn woning bijvoorbeeld op een hoek, dan verliest deze sneller warmte en krijgt deze korting. De kosten van de blokverwarming, de warmte van de buizen wordt verdeeld door te kijken naar het soort woning, bijvoorbeeld een maisonnet of een appartement. En door te kijken naar hoe groot de woning is. Zo zijn de kosten voor de verwarming van mijn woning met blokverwarming verdeeld. Nog vragen? Bezoek onze website.